Dan hebben jullie weer geluk dat jullie klein zijn. Dan mogen jullie helemaal vooraan staan. Ook de mensen kunnen allemaal over jullie heen kijken. We staan hier heel dichtbij. Ja, maar wie staan we hier? Wie is Bernadette en Maria. We staan hier bij Bernadette en bij Maria. Het gouden huisje. Als iets van gouds is, dan is het heel erg belangrijk. Daar zit, dat doen we met een heel moeilijk woord, de relieken van Bernadette in. Juist heel prachtig dat wij het mogen afsluiten. Dat we het mogen afsluiten met gezinnen, hè? Want zij was zelf 14 toen ze die verschijningen kreeg. Dus het is ook heel gepast dat kinderen, jongens en meisjes rond die reliek zijn, rond het verhaal van Bernadette. Dus, en de jonge ouders zien zichzelf er ook wel weer bij natuurlijk, want ze stierf als 35-jarige en ze stierf natuurlijk als zuster in een ver waar ze zo onbaatzuchtig was. Dus dat is wel heel bijzonder om dat zo te mogen met deze leeftijd. Geven. Ja. Ik ben wel heel trots. He, nu in Loerden komen miljoenen mensen per jaar. Er wordt dag en nacht wordt daar gebeden. Dag en nacht de sacramenten toegediend waarin Christus echt dicht bij jou komt. Heel veel mensen vinden dat troost en kracht en komen ook heel anders terug. Er zijn zelfs mensen die ziek waren beter geworden. Het is mijn favoriete verschijning, dus ja, het is wel nieuw, omdat nu zijn er relieken in Nederland en dan kan ik ze echt zien. Dat vind ik wel mooi. Wat mooi is, dat we er net getuigen van mochten zijn, dat we ook horen dat mensen die Loerdes nog niet hebben mogen bezoeken, dat het nog niet gelukt is, nu bij de reliek komen en zeggen hoe bijzonder dat al is. En dat vind ik zo mooi, dat het dus zo krachtig op zichzelf is, dat het zelfs eigenlijk Loerdes echt ook naar ons toe brengt.